wil u hartelijk welkom heten namens Studium Generale en de commissie gastschrijvers van de RUG 2021. Mijn naam is Gerrit Breeuwsma en ik mag de spreker van vanavond even introduceren. Nou, een aantal gezichten heb ik de vorige week ook al gezien, dus ik denk dat die introductie niet voor iedereen nodig is. Maar u weet dat vanavond Matthijs Deen, die de vorige week uitvoerig is bevraagd, met zijn eerste gastlezing zal gaan beginnen. Hij zal vooral gaan spreken over het niemandsland, de spanning denk ik ook tussen feit en fictie. En gaat daarvoor, heeft hij beloofd, op zelfonderzoek uit. Nou, omdat ik hier toch een paar minuten vol moet praten, ben ik ook maar even op zelfonderzoek uitgegaan. En heb mij natuurlijk verdiept in het werk van Matthijs. En het laatste boek dat vorige week is uitgekomen, dat nog moest uitkomen toen je de vorige week ons toesprak, heb ik in het weekend kunnen lezen. En ik ga u geen recensie geven, maar als Sodom en Gomorra gespaard is geworden, als er 10 niet-zondige inwoners waren geweest, dan mag het boek van Matthijs zeker gespaard blijven, omdat er wel minstens 10 hele mooie uitspraken in staan, waarvan één zin mij onmiddellijk op het netvlies ging staan. Bergen zijn als golven met tijd in overvloed. Als je die zin één keer gelezen hebt, dan kijk je niet meer op dezelfde manier naar bergen. Dat is een beetje de werkwijze die Matthijs toepast in zijn non-fictiewerk. Maar eigenlijk ook elementen daarvan zitten in de fictie. En een van de dingen die mij opviel is dat ik bij lezen, zowel van zijn romans als het non-fictiewerk, ik eigenlijk ook zelf voortdurend van alles wil gaan opzoeken en weten hoe het dan verder zit. Ik heb een hele middag filmpjes van de Rijn zitten bekijken. Ik ben eigenlijk al met die filmpjes helemaal stroomafwaarts gegaan. Toen ik nog de recensies weer nalas over het lichtschip, en ik zag dat ik dus niet de enige was die wel eens aan het zoeken slaat, zag ik ergens een linkje naar een misthoorn. Toen heb ik vervolgens een hele werkdag 8 uur een misthoorn van Harlingen op mijn oren gehad. U weet nu ook ongeveer hoe belangrijk werk ik doe. Maar ik kan u zeggen, het is ontzettend rustgevend om met een misthoorn op je hoofd, ik had wel eventjes keurig een koptelefoontje opgedaan, je arbeidszame leven door te komen. Ik werd er heel, heel zen van. Dus de uitnodiging eigenlijk van het werk om ook op een andere manier naar de werkelijkheid die daarin beschreven wordt, waarvan we dus maar moeten afwachten of die werkelijkheid eigenlijk wel altijd de werkelijkheid is, of dat het de werkelijkheid is van Matthijs Deen. Maar die uitnodiging om daarnaar te kijken, die spreekt eigenlijk heel sterk uit dat werk. En ja, na verloop van tijd beginnen eigenlijk ook die feiten en ficties die een rol spelen in dat werk door elkaar heen te lopen. Op zo'n manier dat je op laatst ook niet meer precies weet waar het een in het ander overgaat. Maar misschien dat Matthijs ons daar de komende anderhalf uur enige inzicht in wil verschaffen. Of misschien wil hij dat juist niet en heeft hij liever dat u daar zelf naar op zoek gaat. Nou, genoeg gezegd. Overigens, ik heb helemaal niet 8 uur geluisterd natuurlijk naar die misthoorn. Ongeveer een half uurtje, toen was ik er wel klaar mee. Maar dat is een kleine vermenging van feit en fictie. Dat gezegd hebbende geef ik graag het woord aan Matthijs. En ja. Oké. Okay. Dankjewel. Doet hij het? Wat ding, ja. Of wat Gerrit Breeuwsma zo net zei, een goede vriend van mij die Bert Natter heet, die heeft ooit gezegd, die ook schrijver is bij Matthijs Deen, zou je graag willen dat het waar is? Ik heb het, wat ik vandaag ga zeggen, want ik vind het toch heel eervol en chic dat ik hier als gastschrijver een college mag geven. Wie had het ooit gedacht? Het is niet zo dat ik denk, nou ik begin wel te praten, ik zie wel waar het schip strandt, ik heb het echt opgeschreven. Dat wil zeggen dat ik geheel tegen mijn gewoonte in het ga oplezen. Dan heb je wat minder misschien met het publiek, dat spijt me vooralsnog en alvast. Maar als het goed is, is het wat samenhangender.
wat ik ga vertellen. En Gerrit zei het al, de heer Breesma zei het al, het is het, ik ga het ook voorlezen van een iPad. Het is ook een experiment, maar volgens mij moet het kunnen en dan hoef ik ook niet daar de hele tijd te blijven staan. Ik zal hier twee keer naartoe moeten om een geluidsfragment te starten. Als dat niet meteen lukt, dan lukt het daarna wel. ja. Ja, van mij mag het stilstaan. Ik weet niet precies hoe het... kijk, daar heb je het al. Kan je iets doen wat stilstaat? Oh ja, dat was ook... Zo. Dat is beter, toch? Dat is voor mij ook makkelijker. Feit en fictie, het niemandsland. Dat is het niemandsland tussen feit en fictie. En ik ga eerst iets vertellen over Hans Henrikus Schotanus aan Steringa Itzada. Er is niet veel bekend over het leven van Hans Henrikus Schotanus aan Steringa Itzada. Hij werd in 1885 geboren in Weiden, in Friesland. Zijn vader was, net als zijn grootvader, huisarts. Maar Hans Henrikus brak met de familietraditie. Hij ging niet naar de medische faculteit, maar naar Duitsland. Auto- en vliegtechniek studeren in Bingen aan de Rijn. Een nieuwe modieuze studie aan een instituut waar ook Anthony Fokke nog een tijdje heeft rondgelopen. Itzada specialiseerde zich daar in het gloednieuwe vakgebied van de radiocommunicatie. Na thuiskomst in 1913, hij was in tegenstelling tot Fokker wel afgestudeerd, trouwde hij Gerda Nicolai, domineesdochter uit Mantchem, dorp verderop, en verhuisde met haar naar Scheveningen, waar hij zend- en ontvangstapparatuur ging ontwikkelen en bouwen. En uiteindelijk, en daarom is hij niet vergeten, zou hij op 6 november 1919 vanuit de Beukstraat in Den Haag de eerste vooraf aangekondigde radio-uitzending ter wereld verzorgen. Op het programma stond voordracht en muziek. De vooraankondiging verscheen in de krant met een tijd en een programma. En radio-uitzendingen bestonden nog niet. Radiocommunicatie was ontwikkeld voor vliegers die met bommen onderweg waren. Na de Eerste Wereldoorlog viel het voor de opgeluchte burgers niet mee om zich zoiets vreedzaams voor te stellen bij radiocommunicatie als iets ter verstrooiing. Itzada was dus een visionair. Hij vond de radio-uitzending uit. Via dezelfde radiogolven waarmee de vliegers en marconisten met elkaar communiceerden over waar ze waren en waar de vijand was, kon je ook muziek laten horen, verhalen vertellen, het weerbericht laten horen. Het was een bizar idee. Itzada ontwikkelde een radiolamp die het radiosignaal zo versterkte dat het door een luidspreker hoorbaar gemaakt kon worden. Hij ontwierp, bouwde en verkocht radioontvangers en versterkers. Begon na zijn eerste uitzending een vast radiostation met vaste frequenties en vaste uitzendtijden. Hij kreeg een schare eigen luisteraars in binnen- en buitenland, maar ook navolgers en concurrenten. Hij bleef vernieuwen, liet zich kennen als een bevlogen, onzakelijke, opvliegende en vooral verongelijkte pionier. Ondervond in het starre vaderland meer tegenwerking dan hij aankon, raakte verbitterd. Gooide het bijltje er uiteindelijk bij neer, verkocht de hele boel en werd pensioenhouder in Den Haag. Zijn oom had daar een pensioen gehad, pensioen Itzada, dat hij overnam en dreef tot in de Tweede Wereldoorlog. Met vooral Duitsers als cliëntelen, daar kon hij niks aan doen. Het pensioen bevond zich in het sperrgebied van de Atlantikwal, waar gewone Hagenezen en reizigers niet meer mochten komen. Maar de Duitsers wel. Hij is tenslotte op 3 november 1944, op een paar dagen na, dus 25 jaar na die eerste uitzending, in de duinen bij Wassenaar door Duitse soldaten geëxecuteerd. Omdat hij werd betrapt met onderdelen van een V2 onder zijn jas. Hij was toen 59 jaar. Een V2 was, dat weet u vast wel, een soort raket met een bom erin die door de Duitsers vanuit het Haagse Bos werd gelanceerd richting Londen. En het was een gevaarlijk, maar toch ook een indrukwekkend apparaat. En Itzada had zijn oude liefde dus kennelijk voor techniek niet verloren. Hij was heel erg geïnteresseerd in die V2. Nou, in 2019, dat is dus, was het een eeuw geleden dat de radio geboren werd,
En een eeuw na die eerste uitzending in de Beuk staat, de VPRO vroeg mij met klem of ik daar dan een hoorspel van wilde maken. Of in ieder geval 4 programma's van 1/2 uur. Iets over het leven van de man. En omdat hij geëxecuteerd was, was hij vast ook wel een verzetstrijder geweest. Dus de VPRO dacht daarom aan 4 keer 30 minuten in het hoorspel 1/2 uur. Het mocht al best wat langer zijn. De uitzenddata stonden al vast. Ik hoefde het alleen nog maar te maken. Ik had 3 maanden. Nou, 2 volle uren radio over het leven van een man waar we maar weinig van weten. Die, als hij echt in het verzet gezeten had, dat wel erg goed verborgen heeft gehouden. Die ooit gefotografeerd is trouwens met een gekanteld hakenkruisje op zijn dasbeeld. Al was dat een jaar voordat de NSDAP, de partij van Hitler, werd opgericht. Dus toen was het symbool nog niet besmet. Maar het staat toch raar. Toen zijn lijk trouwens na de oorlog werd gevonden in de duinen van Wassenaar. Toen had hij een ander dasbeltje, iets met een uiltje. Wijsheid. Ik zocht mijn collega Mannix Koolhaas op, die het weinige dat over Itzeda te vinden was, al eens had uitgespit. De hoeveelheid biografische details viel voor 2 uur radio, althans, bar tegen. Dus begon ik de omgeving te verkennen waarin Itzeda had verkeerd. Het dorp Weidem in 1885. Topografische kaarten van het eind van de 19e eeuw. De komst van de telefoon in Friesland, vooral de zuivelcoöperaties, kreeg een aansluiting. De reputatie van dominee Nicolai uit het naburige Mantrum. Berichten uit de krant uit die tijd, het Rheinische Technicum in Bingen, populaire muziek uit het begin van de eeuw, 78 toerenplaten. De veerdienst tussen Staveren en Enkhuizen, die in die tijd al een draadloze verbinding met elkaar hadden. En die draadloze, hij heeft dus die op weg naar Scheveningen met zijn bruid die veerdienst moeten nemen. De trein ging ook op de boot daar. Is een hele wereld voorbij. Ik begon kortom te werken aan de achtergrondgeluiden van Itzeda's leven. Het decor waarin hij heeft rondgewandeld. En dat levert altijd wel iets op. Maar gevoegd bij het zeer kort en enig overgeleefde radio-interview met Itzeda, uit 1939, en een paar snippers van zijn hand en zijn nabestaanden, bleef het mager. De begeleiding was er, maar het solo-instrument ontbrak. Nu had ik nog maar 2 maanden. Vlot het een beetje? Vroeg de eindredacteur. Het gaat geweldig, zei ik. Om de paniek voor te zijn, nam ik een stap over de drempel van de non-fictie naar de fictie. Ik maakte een script opgebouwd uit beredeneerde waarschijnlijkheden. Verdeelde dat onder in 1 jeugd, Weidem, familie. 2 Bingen, huwelijk en Eerste Wereldoorlog. 3 radiopionier, een hakenkruisje. En 4 neergang, pensioen en dood. Ik zette mijn collega Mannix Koolhaas in de studio op een stoel en ik zei: jij bent Itzeda. Het is 1944, over een paar weken word je doodgeschoten, maar dat weet je nog niet. Ik ga je nu interviewen over je leven en jij gaat alles vertellen. En ik begon op te nemen. Collega Koolhaas, enigszins gestuurd door het script dat ik geschreven had, maar al ras aanvullend met alles wat hij zelf wist of vermoedde, ik kwam lekker op gang, kreeg er steeds meer lol in en voor ik het wist had ik een geanimeerd gesprek met Itzeda zelf op band. Een overvloed aan materiaal. Alsof het een echt interview betrof, begon ik erin te monteren. Verlaagde timbre van Koolhaas, nogal herkenbare hoge stemgeluid. Met een paar hele noten verlangzaamde de stem ook een beetje, om het wat ouderdom te verlenen. Voegde er gekraak aan toe, liet de naald nu en dan overspringen. En voilà, ik had opeens een 78 toeren opname van Itzeda zelf. Genoeg voor 2 volle uren radio, te veel zelfs, te veel. Ja, maar dit kan toch niet in deze tijd waarin we zoveel moderne techniek tot onze beschikking hebben, dat het 3 dagen duurt voordat zo'n bericht ergens opgepikt wordt, dat er geen afspraken zijn over wie mag ontvangen, wie kan leren. Maar voor mij een inspiratie, hij heeft dat allemaal. En hier, nou, alsof de duvel ermee speelt, net op het essentiële punt is de plaat beschadigd. Voor de gids en de aankondiging van de presentator van het hoorspel 1/2 uur. Krijg ik dat weer terug? Of kan het wel zo? Ja? Schreef ik een tekst waarin ik uiteenzette dat ik 4 78 toerenplaten had gevonden op Marktplaats.
waarvan niemand wist dat ze bestonden. Met een in september 1944 in het pension opgenomen interview en het verhaal werd uitgezonden. Het was, zoals ik al zei, het hoorspel half uur, het theater van de radio. Dus ik maakte me nergens zorgen over. Ik bedoel, als je naar de Schouwburg gaat, denk je toch ook niet dat je naar het journaal zit te kijken. De Leeuwarden Krant was de eerste die over de vondst van de 78 toerenopnames schreef alsof het allemaal echt gebeurd was. De journalist citeerde eruit alsof het een historische bron betrof. Wikipedia kwam er enthousiast achteraan. Collega's mailden me dat de vondst jaloersmakend was. En dat Itze daar met een rancuneus mannetje bleek, als je hem zo hoorde. Al klonk hij ergens ook wel modern en op een eigenaardige manier ook een beetje herkenbaar. Ik ging bij mijn eindredacteur langs en we probeerden te achterhalen of het erg was wat er gebeurde. We besloten dat het niet erg was. Maar lekker voelde ik me er toch niet over. Het is nu anderhalf jaar geleden, niemand heeft het meer over Itzeda, nog over de vondst van de 78 toerenplaten. Dus het was inderdaad niet erg dat men dacht dat ik werkelijk een oud interview gevonden had. Pas na een paar maanden kreeg ik een mail van een schrijver van Wikipedia die zich afvroeg, is die platen nou echt waar of niet? Ik hielp hem uit de droom, legde uit wat ik gedaan had. Maar toen ik een paar weken geleden keek wat er op de site stond, trof ik nog steeds de volgende tekst aan. Ook ter gelegenheid van het eeuwfeest zond de VPRO in november 2019 een vierdelig gedramatiseerd podcastverhaal Pension Itzeda uit. Dat was gebaseerd op de in september 1944 aan de Parkweg 3 opgenomen verhalen, ingesproken door Itzeda zelf, die op 4 78 toerenplaten waren opgenomen. In een van de ten gehore gebrachte originele fragmenten van de opname zegt Itzeda over de over zijn woning overvliegende V2's. Ik zou wel eens willen weten hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Maar dat is apart, hè? Want kennelijk vond de redacteur van Wikipedia de opnames van Itzeda zelf overtuigender dan de vervalser die hem informeerde dat ze niet authentiek waren. Ik was per slotverrekening een vervalser en dus niet te vertrouwen. Het gaat natuurlijk veel te ver om te zeggen dat dit een War of the Worlds is. Hè? U weet wel dat hoorspel van Orson Welles uit 1938, waar luisteraars in paniek op reageerden omdat ze de fictie niet doorzagen en dachten dat de aarde echt door Marsbewoners werd aangevallen. Maar het is wel aardig om na te gaan wat er over gezegd wordt over dat Orson Welles, over hoe het kwam dat mensen daarin geloofden. En Wikipedia biedt opnieuw uitkomst. Ik citeer letterlijk: de reden dat er paniek ontstond was niet geheel te wijten aan de naïviteit. Mensen waren gewend om nieuwsberichten voor waar aan te nemen. Ach, die tijd dat mensen gewend waren nieuwsberichten voor waar aan te nemen. Het is niet zo dat ze dom waren, zo lijkt de auteur hier te willen zeggen. Iedereen geloofde immers wat de nieuwslezer vertelde. Zo'n klein zinnetje. Mensen waren gewend om nieuwsberichten voor waar aan te nemen. Daarin schuilt mijn ongemak. Vooral vanwege de kennelijke veronderstelling van de schrijver dat iedereen die niet naïef is nu wel weet dat alle nieuws nepnieuws is. Dat waarmerken niet zeggen dat journalisten een verborgen agenda hebben en dat je zelf kan besluiten wat te geloven en wat niet. En wat blijkt is dat mensen nooit niets geloven, maar altijd wel iets, hoe onwaarschijnlijker, hoe beter. Die verwarring over de echtheid van wat ik enkel als redelijk gedocumenteerde historische fictie had gepresenteerd, is aan me blijven knagen. Het was weliswaar na de voorbereidingstijd afgemeten best goed onderzocht, dat verhaal van Itzeda. De historische details in het verhaal had ik heus wel nagekeken. Dat bij de Barentszweden voor de geboorte van Itzeda in de verte het geluid klonk van een stoomtrein. Dat klopte, al heb ik dat nergens in het dagboek, notitie of memoires kunnen lezen. Het was een nieuw geluid in het dorp. De spoorlijn naar Stavoren was toen nog, was dat jaar geopend. Zulke dingen had ik echt niet uit mijn mouw geschud. Ik had ze afgeleid. Ik liet niet zomaar een stoomfluit horen. Dat de gordijnen gesloten waren, maar het raam half open stond, ja, dat kon ik niet laten erbij te vermelden. Daarin zit gelijk het probleem. Het is de keuze voor fictie in een omgeving van non-fictie die de verwarring kan scheppen. Toen Jan van Aken, begenadigd schrijver van historische romans, me vertelde dat hij een fortuin had uitgegeven, ja, een fortuin voor de schrijver, iets meer dan 100 gulden, aan een atlas van de klassieke wereld, zodat hij na kon gaan hoe lang zijn overigens verzonnen personage er in een verzonnen verhaal over deden om een bepaalde verzonnen reis in het Midden-Oosten van de 5e eeuw te volbrengen,
hebben we er nog een tijdje over zitten dubben waar het eigenlijk voor nodig was. Die quasi-nauwkeurigheid van de atlas in een verder verbeelde omgeving. Zijn personages waren verzonnen, de reis was nooit gemaakt, de plot was uit de duim gezogen. En dan toch zo uitputtend iets uitzoeken dat er eigenlijk niet toe doet, waarom zou je? Tijdens dat gesprek met Jan van Aken kwam een herinnering terug aan mijn vader, die me vertelde dat hij eind jaren 30 op de HBS in Zeist een 19e eeuws boek had moeten lezen. Ik denk een boek van Jacob van Lennep, kan ook van een ander zijn. Hij had, vertelde mij, in dat boek tot zijn diepe ergernis gelezen dat de hoofdpersoon bovenop de Amerongse of Wageningse berg over een zwerfsteen struikelde of erop ging zitten. Ik heb dat boek weggegooid, zei hij met nauw verholen afkeer. Al was het 40 jaar nadien, want zo'n steen ligt er niet op de Amerongse berg. Hij was daar in de buurt opgegroeid. Overigens las hij mijn broers en mij wel de Man van de Ring voor. Het is dus niet de verbeelding zelf die hem dwars had. Het was de vermenging die hij niet verdragen kon. Van wat hij kende met wat de schrijver er maar zo'n beetje bij fabuleerde. De vermenging van fictie en non-fictie. Mijn vader was een exacte wetenschapper. Een chemicus. Hij wist dus heel goed wat non-fictie was. En hij wist, toen hij mij die herinnering opdiste, ook wat de wetenschapper, als hij of zij erop vertrouwen kan dat er in de tekst niets verzonnen is, te doen staat. Namelijk, aan alles twijfelen. Dat is wat wetenschap is, per slotverrekening. Door een methode gereguleerde twijfel. De schrijver van non-fictie, waarvan een natuurwetenschappelijk artikel de puurste vorm is, heeft onderzoek gedaan, soms experimenten uitgevoerd, volgens de methode die de lezer kent. Hij of zij streeft naar waarheid en doet dat met controleerbare middelen en het is aan collega's om vervolgens te kijken of het stand houdt. En hoe doe je dat? Door te proberen de bevindingen in twijfel te trekken. Door te proberen te bewijzen dat het niet waar is. Zolang dat niet lukt, zolang de tekst stand houdt, bevat ze de meest recente versie van voorlopige waarheid. En dan kan die tekst tot na de orde ook gebruikt worden als grondstof voor een volgende tekst. De goede non-fictieve tekst stelt zich dus nadrukkelijk beschikbaar voor kritiek, voor controle, voor discussie. Dat geldt niet alleen voor een natuurwetenschappelijk artikel. Ook een geschiedkundig betoog noemt zijn bronnen, doet te bediscussiëren uitspraken en je kan het zelfs ook van toepassing verklaren op een goed onderzochte journalistieke tekst. Je kan er kortom, en dat is de paradox, met gerust hart en je volle verstand aan twijfelen, omdat datgene wat er beweerd wordt, allemaal gecontroleerd en dus bevraagd kan worden. Een lezer van non-fictie krijgt, als de schrijver te goede trouw is, van hem of haar alle middelen in handen om te zoeken naar wat er niet aan klopt, naar onwaarheid. Ongeloof gooit geen roet in het eten, integendeel, de discussie is gewenst, ongeloof is voorwaarde. Bij fictie is het omgekeerd. Daar gaat het juist om het opschorten van ongeloof, de suspension of disbelief. Je weet dat alles verzonnen is, dus je kan met gerust hart, zolang het boek duurt, alles geloven. Doe je dat niet, dan verbreekt de betovering en gaat het verhaal verloren. Maar bij een goede fictieschrijver gebeurt dat niet. Goede fictie legt de lezer geen strobreed in de weg om er ongebreideld in te geloven. Je kan er met gerust hart in verdwijnen. De beloning is een dieper inzicht in je eigen leven, het hart van de ander, het mysterie van bestaan. Ja, ander gelang. Voor de lezer is dat wat fictie onderscheidt van non-fictie. Bij goede fictie kan je geloven dat het waar is wat er staat. Goede non-fictie nodigt uit om aan te tonen dat het onwaar is. Maar wat moet je met een verhaal waarin de grens tussen fictie en non-fictie niet duidelijk is? Zoals Breus maar zo net al zei. Moet je dat nou geloven of niet? Kan je de feiten aanvechten of leent het zich daar niet voor? De meeste lezers zijn van goede wil. Ze proberen de afspraak die de schrijver met ze wil maken te begrijpen. Ze zoeken naar de juiste houding, kritiek of overgave. Soms staat er roman voorop of novelle, dan weet je wat je te wachten staat. Maar als die aanwijzing er niet is en de lezer onderweg te vaak op het verkeerde been komt te staan, dan kan het zijn dat het boek, net als de Van Lennep van mijn vader, gaat vliegen, onuitgelezen, het raam uit. Zie het fladderen in de wind. Ze reist naar beneden, bladzijden die geen vleugels blijken te zijn. Dat boek dat daar het raam uit ging, mijn verhaal, dat was de Duitse versie van mijn boek Over Oude Wegen. En het raam was van de werkkamer van een vertoornde recensent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ook is er een jaar later in Milaan een venster van een huis in heilige verontwaardiging opengestoten en vloog mijn boek Per antieke strade terug in de natuur. De Italiaan die het boek nariep is een verder buitengewoon beminnelijke medievist. De klacht van beide kwam op hetzelfde neer. Deen haalt genres door elkaar. De Duitse recensent schreef in zijn recensie Es gab Suppe und Brei. De benadering waarbij secundaire literatuur en interviews de basis vormen voor vrij uit de geschiedenis verzonnen verhalen is niet uit te roeien. En na een bloemrijke litanie van belediging aan het adres van de auteur en de uitgever besloot hij zijn uitvoerige stuk met een zin die hij denkelijk bedoelt als genadeklap. Matthijs Deen lijkt in ieder geval beter af in de historische roman dan in de non-fictie. En dat was opmerkelijk en ook weer grappig. Omdat kort daarna er nog een Duits raam openging, dat toebehoorde aan een recensent van de Duitse omroep, die het tegendeel beweerde. Hij had zich moeten houden bij datgene waar hij echt goed in is, non-fictie schrijven. Wat deze tegenovergestelde reacties met elkaar gemeen hebben, is dat de recensent in beide gevallen de auteur verwijt dat hij zich begaf in het niemandsland tussen fictie en non-fictie. In dat onduidelijke gebied waar je niet weet wat te doen staat, geloven of bevragen. Was dat niemandsland ooit een winderige kale vlakte waarin zich uitsluitend letterdieven, oplichters en samenzweringstheoretici ophielden? Tegenwoordig is het er druk geworden. Maar ondertussen is er ook iets anders gebeurd, waardoor naar mijn gevoel het oponthoud in het niemandsland een lading heeft gekregen die het voorheen niet had. Ik nodig u uit om terug te kijken op een interview dat Kerrion Conway 22 januari 2017 gaf aan Chuck Todd in het programma Meet the Press van NBC. Conway was press secretary van de net geïnstalleerde president Trump en ze muntte in dat interview de term alternative facts. Conway stond op het gazon bij het Witte Huis. Trump was 5 dagen daarvoor ingezworen en in de berichtgeving rond de inauguratie hadden verschillende nieuwszenders bericht over de omvang van het daarbij toegestroomde publiek. Met luchtfoto's werd aangetoond dat er voor de inauguratie van Obama veel meer mensen waren komen opdagen dan voor die van Trump. De dag voor het gesprek met Conway, 21 januari dus, ontkende Trumps woordvoerder Sean Spicer in een persbriefing in het Witte Huis dat het waar was. Trump had wel degelijk de grootste gehad. Tot vroeg Kerrion Conway, die Sean Spicers baas was, waarom ze had toegestaan dat Spicer als persvoorlichter van het Witte Huis zich zo kwetsbaar had gemaakt door te liegen over de grootte van de menigte. Of anders gezegd, waarom ze hem open en bloot fictie had laten verkondigen in een omgeving die pretendeert non-fictie te produceren. Hij betoogde dat als de officiële woordvoerder van de overheid zonder blikken of blozen overduidelijke onwaarheden verkondigt en dan ook nog tegen alle bewijzen in volhoudt dat ze waar zijn, er een belangrijke afspraak wordt geschonden. Ondermijn je dan niet het instituut waar de burgers blindelings op zouden moeten kunnen vertrouwen? Als je die afspraak schendt, waar kan de burger dan nog op varen? Waar de feiten ontkend worden, zo redeneerde Todd, verkruimelt de basis voor overeenstemming. Nou, in plaats van die vraag te beantwoorden, koos Conway voor een andere strategie. Ze ging in de aanval. Door de onderliggende motieven van Todd in twijfel te trekken. Hij had boter op zijn hoofd, meende ze. NBC of CNN. Ze kozen er als ze verslag deden over Trump keer op keer voor om hem in een slecht daglicht te zetten. Toen Todd erop wees dat ze de vraag niet beantwoordde, dat de feiten over de dag van de inauguratie duidelijk waren en dat iedereen dat kon zien, zei Conway, en daar gaat het om, dat er naast feiten ook alternatieve feiten bestaan. En dat de nieuwsmedia er een handje van hebben zich tot de eigen feiten te beperken en de alternatieve feiten te negeren. Had Todd er op dat moment voor gekozen om Conway's antwoord te interpreteren als een verwijt dat de nieuwszenders doorgaans het negatieve verhaal voorrang geven boven het positieve verhaal, wat een ander verhaal is dat niet minder waar hoeft te zijn, maar enkel een ander perspectief verraadt, dan had het met de sisser kunnen aflopen, maar dat gebeurde niet. Todd probeerde het overduidelijke overeind te houden. Er bestaan geen alternatieve feiten, er bestaan alleen feiten. Twee elkaar uitsluitende uitspraken kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Als Obama's publiek groter was dan dat van Trump, kon Trumps publiek niet tegelijkertijd groter zijn dan dat van Obama. Alternatieve feiten kortom bestaan niet, maar die vlieging ging niet meer op. Conway's overtuiging was onverzettelijk. Haar toorn heilig. Haar verdediging een beschuldiging.
En tot vergissing, toen hij naar de feiten vroeg, zat hem erin dat wie feiten verkondigt, juist discussie uitlokt. Terwijl de kortste route naar rotsvaste overeenstemming de route van de fictie is. Dat wil zeggen, overeenstemming bij een beoogd publiek. De mensen die hunkeren naar het opschorten van ongeloof. Dat is dan ook precies waar Conway op uit was. Gesloten rijen bij de eigen achterban. Die term alternatieve feiten landde in een gespreid bedje. Een niet onaanzienlijk volksdeel van de VS was bereid om alternatieve, niet door feiten gestaafde verhalen voor zoete koek aan te nemen. De achterban dorstte naar fictie. En ruim een half jaar later culmineerde de twijfel van wat waar en niet waar was in het verhaal van QAnon. Een samenzweringstheorie in het leven geroepen door een persoon of een groep van personen onder de schuilnaam Q, die er in het kort op neerkomt dat er zich niet alleen buiten, maar ook diep binnen in de instituties van de Amerikaanse overheid een groep samenzweerders ophoudt. Die het op de president voorzien heeft. Deze groep, aangestuurd door rijke en natuurlijk weer vooral Joodse bankiers en filantropen, doodt de tijd naast het dwarsbomen en in discrediet brengen van de president en zijn familie met pedofilie, kinderhandel en satanisme. Trump echter is volledig op de hoogte en het is een kwestie van tijd voordat hij de boel zal oprollen en Amerika zal redden van de ondergang. Zie daar het verhaal in notendop. Akelig brouwsel van allerlei hardnekkige, door de eeuwen heen steeds opnieuw terugkerende ingrediënten. Verbogen elites die aan de touwtjes trekken. Antisemitische constructen, compleet met geheime rituelen waarbij kinderen het slachtoffer zijn. Maar ook het messianistische element met Trump in de rol van verlosser. In zijn boek Sapiens, over de geschiedenis van het succes van onze soort, betoogt Yuval Harari dat Sapiens een mensensoort is die zo'n 40.000 jaar geleden de fictie heeft uitgevonden. We zijn, wie weet door wat voor evolutionair toeval, begonnen de mogelijkheid te verkennen, elkaar verhalen te vertellen over dingen die we weliswaar niet kunnen zien, waarvan we de waarheid niet uit ondervinding kunnen vaststellen, maar die we ons kunnen voorstellen, verbeelden. En wat gelijk opging met die noviteit was de bereidheid alles te geloven. Een bereidheid die hardnekkig is gebleken. Het is niet zo ingewikkeld je voor te stellen. Waarom? Want het geloof in het gedeelde verhaal, hoe onwaarschijnlijk ook, smeet een groep. Houdt die bijeen. Verschaft het niet alleen een denkbeeld of zelfs een doel waarover iedereen het eens is, maar het geeft ook zin aan gezamenlijke voornemens en handelingen. Het geeft zelfs de mogelijkheid om elkaar gruwelhalen te vertellen over de anderen die niet tot de groep behoren. De fictie met zijn lichte en duistere kanten was geboren en met de fictie veroverde de mens een evolutionair voordeel over andere mensensoorten, een organiserend instrument dat hem in staat stelde de wereld te veroveren, aldus Harari. Dat de bereidheid alles te geloven om de potentie van een groep aan te boren en richting te geven een schaduwkant heeft, hoef ik u niet uit te leggen. Zelfs wie nooit van het Derde Rijk de grote sprong voorwaarts of apartheid heeft gehoord, maar die alleen maar gepest is op het schoolplein, weet dat er weinig is opgewassen tegen een groep mensen die het gevoeld door een verzonnen verhaal vanuit een mouwgeschudde theorie of alleen maar een gerucht op een minderheid of een individu gemunt heeft. Daar heb je het weer. Het zijn niet de feiten en de bijbehorende twijfel, maar het is juist de combinatie van fictie en het opschorten van ongeloof dat zo ongelooflijk verleidelijk en krachtig is. We zijn erop toegerust, zijn heel goed in staat te geloven wat er wordt voorgeschoteld, maakt ons sterk, het smeet ons aan één, maakt ons onoverwinnelijk. Ja, natuurlijk is het niet voor het eerst dat er onwaarheden zijn verspreid door overheidswoordvoerders. Niet voor niets is er op zijn minst bij een gedeelte van het publiek altijd een wantrouwen geweest tegenover de verklaring van politici. En natuurlijk heeft er altijd een hunkering bestaan naar het grotere, visionaire en inspirerende verhaal dat ons allemaal van hetzelfde ideaal vervult. Dat machthebbers zomaar van alles beweren, rechtvaardigt ook het bestaan van de serieuze journalistiek. Vaklieden die proberen waarheid van onwaarheid te onderscheiden en de ondersteun boven te krijgen. De mannen en vrouwen die geconfronteerd met min of meer geslaagde non-fictie de discussie aangaan. Maar ik kan me in mijn leven althans niet herinneren dat er een tijd is geweest waarin de verwarring over wat waar en niet waar is zo wijd verspreid en zo polariserend was als in de jaren die zijn gevolgd op het interview van Kellyanne Conway met Chuck Todd. Vandaar ook dat ik me, ook naar aanleiding van die recensie in de Frankfurter, ben gaan afvragen, wat ben je nou eigenlijk aan het doen, Deen? Is het niet ons aller taak om in tijden van verwarring de grenzen van fictie en non-fictie te respecteren, het niemandsland te ontruimen en de geplaagde lezer
iedere onnodige verwarring te besparen in plaats van het monster te voeden. Ben je kortom niet verkeerd bezig geweest, al is het op je eigen bescheiden schaal. Om een voorbeeld te geven uit over oude wegen, een boek waarin ik in achterreizen iets probeer te zeggen over wat het door de eeuw heen betekend heeft om te reizen in Europa. Toen ik in Gilstofa, in het noorden van IJsland, in het museumwinkeltje van de boerderij Glaumber met de verkoopster in gesprek raakte over Gudrid Thorbjarnardóttir, de vrouw waarover in twee IJslandse sagas wordt verteld dat ze rond het jaar 1000 in Amerika zou zijn geweest, daar haar zoon had gekregen, die Snorri heet. Terug was gekeerd naar de plek waar ik nu met die verkoopster stond te praten en vandaar de reis had ondernomen naar Rome om met de paus te praten, om de paus te ontmoeten, begreep ik al dat ik me, wat de historische waarheid betrof, op drijfzand bevond. Volgens de stellige verkoopster was Gudrid nooit in Rome geweest, was dat maar verzonnen door de monniken die haar verhaal hadden gekopieerd omdat dat in hun christelijke kraam te pas kwam. Maar toch leek de verkoopster er niet aan te twijfelen dat de personages uit de saga echt hebben bestaan. Over Thorfinn, de derde echtgenoot van Gudrid, wist ze bijvoorbeeld te melden waar hij geboren was. Daar woont hij, zei ze. Inderdaad, in de tegenwoordige tijd. En ze knikt uit het raam naar een boerderij even verderop. De boerderij draagt dezelfde naam als de boerderij in de saga. Thorfinn was al 1000 jaar dood, maar voor haar woonde hij daar nog steeds. En zijn moeder ook. Moeilijk mens. En daar is de boerderij die Gudrid en Thorfinn hebben gebouwd. Ze wees door een ander raam naar grasland, waarin ik twee paarden zag staan grazen. Hou je aan de feiten als je over haar schrijft, sprak ze me al bij voorbaat bestraffend toe. Beter dan de saga's wordt het toch niet. Ik bedacht me dat ze me niet alleen net had gezegd dat Thorfinn haar buurman was, een man die al 1000 jaar dood is, maar dat ze vervolgens naar een boerderij wees die er ook al eeuwen niet meer was. Ik zei, wat bedoelt u met de feiten? Feiten zijn dingen waarvan jij weet dat ze waar zijn, zei ze. Ik heb een hoofdstuk over Gudrid geschreven, waarbij ik niet alleen het gesprek met die verkoopster heb beschreven, maar ook de interne knoop die Gudrid ervaren kan hebben als lid van de eerste generatie gedoopte christenen. Een innerlijk conflict dat volgens een paar medievisten die ik heb geïnterviewd wel degelijk heeft bestaan. En dat pelgrims voortgedreven heeft over de wegen van Europa op weg naar heilige plaatsen. Naar de goedkeuring van het opperwezen en op zoek naar antwoorden op de dringende vragen als er een eeuwig leven bestaat, een hemel waar ik dan naartoe kan, naar de dood, waar zijn mijn ongelovige gestorven geliefden dan? Ik citeerde nu en dan uit de saga's, schreef over de verbanning naar Groenland die haar en haar vader trof, de reis naar Amerika, thuiskomt op IJsland en ik ging door waar de saga ophield door haar reis naar Rome eraan vast te plakken. De route die ze koos selecteerde ik uit de IJslandse reisgids, die in de 12e eeuw is geschreven door een van haar nakomelingen. En de plekken en kerken die ze onderweg aandeed, die er nu nog staan, die zijn er in Mainz en Worms, die bezocht ik. Ik verdiepte me in de politieke omstandigheden van Europa tijdens haar reis. Pogingen van de Duitse troonpretendent Konrad en zijn vrouw Gisela. De toestand waarin zowel de Romeinse wegen als de stad Rome zich bevonden. Ik probeerde aan de hand van beschrijvingen van de stad het ruïneuze Rome op te roepen, de persoon van de paus. Als jaartal koos ik een jaar waarin er zich geen grote gebeurtenissen hebben voorgedaan. Die zouden afleiden van de reis van mijn heldin. En ik begon te schrijven. En daar ging Gudrid. Het was 1025. De christenheid had de wind mee. Kathedralen schoten op. Nieuwe theologische doctrines over zonde, maar ook over vergeving, wonnen terrein. Het Gregoriaans maakte een ontwikkeling door. Het was fijn om te schrijven. Ik reisde haar na. Brandde als protestant kaarsjes voor haar zielenheil. Ontlenen aan het archief dat het landschap van Europa toch is, allerlei details die het verhaal kleur konden geven. En ik liet, toen ik ging schrijven, Gudrid dingen zeggen en denken waarvan ik onmogelijk kon weten of dat überhaupt wel kon kloppen. Ik heb wel degelijk iets over de geschiedenis van het reizen in Europa willen schrijven, maar dat geef ik er uiterlijk toe. Ik heb daartoe zowel fictie als non-fictie gebruikt. Is dat erg? Is het beter op te houden zo nonchalant om te gaan met de grenzen van fictie en non-fictie in deze tijden van verwarring over wat waar is en wat niet? Het standpunt van de recensent van de Frankfurter is immers verleidelijk. Door zijn eenvoud, zijn strengheid, zijn beroepsmatige toorn. Laat geen ruimte voor gemarchandeer met de feiten.
kan met grote overtuiging voor het voetlicht worden gebracht. Het daagt uit om een kant te kiezen. Het diskwalificeert bij voorbaat ieder tegenargument. Het is een baak in een woelige tijd. Dat ik mijn verhaal van Goodrit en de paus dan niet had kunnen vertellen, omdat de bronnen eenvoudig door hun afwezigheid dat niet toelaten, is voor deze zienswijze geen enkel bezwaar. De recensent schaarde in zijn stuk verhalen als die over Goodrit onder de terecht vergeten geschiedenissen. Zoiets klinkt verfrissend. In de tijd waarin mensen die achter de zotste verzonnen flauwekul aanlopen, daarvan luid, duidelijk en herhaaldelijk getuigen, niet zelden begeleid door geroffel op trom of pannendeksel, alleen al om daartegen op te trekken, voel ik de verleiding om het door hem te laten overtuigen. De recensent en ik, samen tegen de wappies, bedenk wat we zouden kunnen bereiken. Voordat ik wil vertellen waarom ik toch het niemandsland niet wil verlaten, wil ik eerst een verdenking wegnemen. Ik behoor niet tot degene die het verschil tussen fictie en non-fictie proberen te relativeren. De journalisten en onderzoekers die proberen op integere manier de waarheid te benaderen door non-fictie te schrijven en die de teksten van het genre bediscussiëren, doen belangrijk werk. Ik reken mezelf niet tot een van hen, maar ik heb grote bewondering voor journalisten en wetenschappers voor wie het een levensbestemming is om aan de werkelijkheid de waarheid te ontfutselen en door onderzoek te doen de onderste steen boven te krijgen. Toen mijn collega, de veel te vroeg gestorven eindredacteur van Argos, Gerard Legebeke, bij het programma Kunststof een lijfstreuk op een tegeltje moest schrijven, schreef hij: waarheid, niets dan de waarheid. We zijn als maatschappij journalisten als Legebeke veel verschuldigd. Meerdere onafhankelijke bronnen aanboren, onzekerheid uitsluiten, formuleren, schrappen, scherpe formuleren, nog eens overdoen, nog eens nagaan, nog eens bellen, nog eens ergens achteraan. Mensen werden gek van Legebeke. De werkwijze kenmerkte hem, het ideaal de waarheid te vinden dreef hem voort. En de verdenking die ik wil wegnemen, is dat ik bereid ben dat ideaal en die integriteit te relativeren. De journalist, zo goed als de wetenschapper, streeft ernaar, als hij zijn werk goed doet, om de dingen zo te beschrijven zoals ze zijn en er niets bij te veronderstellen. Juist vanuit het besef dat alles bevraagd dient te worden om dat te bereiken. Twijfel breekt de waarheid niet af, door twijfel gevoede nieuwsgierigheid is juist de eerste stap op weg naar kennis. De reden voordat ik mijn manier van schrijven verdedig dit nog eens expliciet wil zeggen, kan ik misschien het duidelijkst uiteenzetten aan de hand van een citaat van de website boekschrijven.nl. Een citaat dat naar mijn idee duidelijk laat zien waar de relativering van het onderscheid tussen fictie en non-fictie toe kan leiden. In het artikel dat deze kwestie behandelt, staat het volgende. Nu gaan we steeds meer zien dat ook een weergave van waar gebeurde dingen onherroepelijk de kijk bevat van de schrijver of verteller. Objectieve verslaggeving bestaat in feite niet. In zijn boek Het zijn net mensen laat Joris Luijendijk zien hoe moeilijk het is voor een journalist om te ontkomen aan de beperkte kijk die hij van zijn opdrachtgevers en door zijn afkomst heeft meegekregen. Objectieve verslaggeving is dus in wezen een fictie. Nou, dat gaat me veel te ver. Kijk, dat de waarheid een voortvluchtig ideaal is, weten we. Dat elke waarheid voorlopig is, dus ook. Dat Joris Luijendijk, die van opleiding antropoloog en dus wetenschapper is, zich bewust is van zijn eigen perspectief, hoort bij zijn kritische geest. En naar ik aanneem, bij zijn streven om geen fictie te schrijven, maar non-fictie. Heeft hem in ieder geval niet van weerhouden om na, het zijn het mensen, door te gaan met het schrijven van non-fictie. En natuurlijk zijn er naast de door de website aangevoerde identiteit van de schrijver en de angst voor de chef minder modieuze redenen te geven waarom proza en werkelijkheid nooit zullen samenvallen. Taal is maar een gebrekkig middel om de werkelijkheid te beschrijven. De werkelijkheid zelf is oneindig complex. De mens is eenzaam en onmogelijk te doorgronden. Elke keuze voor een onderwerp houdt een beperking in. Maar non-fictie bestaat. Ze wordt gemaakt door een waardevol maar kwetsbaar verbond van schrijvers die de waarheid op de hielen zitten en lezers die dat bediscussiëren. Non-fictie relativeren zet de sluisdeuren wijd open voor de toevloed van samensweringstheorieën. En wie de beschaving, de vrijheid en de democratie lief heeft, moet op de barricade voor de non-fictie en zich verder houden van alle nihilisme. Nou, tot zover de grote woorden. Waarom dan toch de vermenging van die twee genres in mijn boeken over de wadden, de wegen en de rivier? Het antwoord op die vraag is dat ik elkaar blijkbaar geroepen voel om te schrijven over datgene waar de non-fictie geen toegang toe heeft en de fictie wel. Ik heb het voorrecht gehad om Hilary Mantel te kunnen interviewen over de drie boeken die ze geschreven heeft over Thomas Cromwell. Wolf Hall, Bring Up the Bodies en The Mirror and the Light. Drie boeken die ik
door een historicus in een Brits praatprogramma trouwens heb horen karakteriseren als gevaarlijk. De reden dat hij de boeken gevaarlijk achtte, was dat hij verwachtte dat de lezers ze als historische waarheid zouden beschouwen. Mantel heeft namelijk buitengewoon grondig onderzoek gedaan naar tijd, politiek, leven en lotgevallen van Thomas Cromwell. Een zoon van een hoefsmid, die enige jaren als adviseur en huwelijksmakelaar van Henry de VIII een van de machtigste mannen van Engeland was. Hij eindigde dan ook op het schavot. Ik koester niet de illusie ooit zo te kunnen schrijven als Helen Mantel, maar alleen al het feit dat haar boeken bestaan waarin de fictie en de non-fictie zo sterk in elkaar grijpen, dient me wel tot troost en inspiratie. In het interview stelde ik haar de vraag wat het is dat de romancier wel, maar de historicus nooit zal kunnen beschrijven. En dus wat het is dat we over de geschiedenis niet van de historicus, maar wel van de romancier kunnen opsteken. En dit was haar antwoord. En als het een beetje te zacht is, dan heb ik zometeen nog de vertaling. What the novelist can do is dip a little beneath the surface of events. Work around those events which have left a mark on the record, which are, as we know, just the tip of the iceberg when you think of what really happened. So history is not what happened, it's just that little bit that remains to us on the record. I think what the novelist asks is, what happened just before the recorded moment? What happened when the eyewitness turns away? In other words, what's next? And while we are all focusing on the incident that is described in historical accounts, what is happening in the next room? And of course, what are people thinking? Which vast field the historian really can't intrude on. We know what happened. We often don't know why. The analysis of motive, it's not a field to which historians are a stranger. But the novelist can look, as it were, at the whole of a person's motivation. We don't just make decisions off the top of our head. We make them as a product of our whole life experience and life history. And we make them with the heart and the gut as well as the brain. And by living with a character for a long time, I think a novelist gets a sense of how a person might really work as an integrated organism, whereas to the historian, they're always like an actor seen on the stage under a bright light. I think maybe the novelist works more in the shadows, in the penumbra of great events. Dat is misschien niet helemaal duidelijk voor iedereen wat ze zei. Zal ik even snel een Nederlands vertaling oplezen? Vind je dat prettig? Een luid ja klinkt, buldert door de zaal. Wat Hilary Mantel hier zegt is dat de romanschrijver in staat is onder de oppervlakte van de gebeurtenis te duiken. Ze kan het door historische onbetreden gebied verkennen rond de gebeurtenissen die een stempel hebben gedrukt op de overlevering. Want wie tot zich laat doordringen wat er allemaal gebeurd is, realiseert zich dat de archieven niet meer weergeven dan het topje van de ijsberg. Geschiedenis is niet wat er gebeurd is. Het is slechts dat kleine beetje dat ons in de archief is nagelaten. Ik denk dat de romanschrijver zich afvraagt, wat gebeurde er net voor het moment dat ons is overgeleverd? Wat gebeurde er toen de ooggetuig zich afwendde? En wat gebeurde er in de kamer naast het incident dat in de historische verslagen wordt beschreven? En natuurlijk, wat dachten de mensen? Het is een uitgestrekt gebied waarop de historicus zich maar moeilijk kan begeven. We weten wat er gebeurd is, we weten vaak niet waarom. Natuurlijk analyseren historici ook motieven, maar de romanschrijver kan als het ware kijken naar het geheel van iemands motivatie. We nemen beslissingen nu eenmaal niet alleen in ons hoofd, ze zijn het product van onze hele levenservaring en levensgeschiedenis. Hier heeft het over de gut ook. We nemen ze niet alleen met onze hersenen, maar ook met ons hart en onze buik.
En door lang met een personage te verkeren, denk ik dat de romanschrijver er gevoel voor krijgt hoe een persoon werkelijk als een geïntegreerd organisme was, terwijl die voor de historicus nooit meer kan zijn dan een acteur die op een podium in de schijnwerpers staat. Ik denk dat de romanschrijver meer in de halfschaduw van de grote gebeurtenissen werkt. En ik hecht eraan om hier ook even bij te zeggen dat historici zich natuurlijk ook heel erg lang en intensief met hun personage kunnen bezighouden. Maar dat zij nu eenmaal niet daar kunnen komen waar de verbeelding je wel kan brengen. Namelijk bij wat dacht hij of wat zei hij, als het niet in archieven of bronnen is terug te vinden. Een vriend van mij, een historicus die veel de 17e eeuw geschreven heeft, heb ik in het verleden trouwens meerdere keren horen verzuchten dat je de mensen die die eeuw bevolkte, de 17e eeuw, nu niet meer kan begrijpen. Ze redeneerden en handelden zo anders dan wij, dat je als historicus erbij neer moet leggen dat de tijd tussen hen en ons een onoverbrugbare kloof heeft geslagen. Nagaan wat ze deden, wat ze daarover zeiden, nagaan hoe het past in de tijd, probeerden de motieven te ontcijferen, prima. Maar identificeren, vergeet het maar, dat is wat hij zei. Hij heeft overigens nu een boek geschreven waarin hij een Cosimo, het gaat over Luc Kooijmans, Cosimo geschreven, waarin een verzonnen personage opeens in de 17e eeuw rondloopt. Dus het is, zo zie je maar, een tournure. Heel leuk boek aan te raden. Hij kwam trouwens niet lichtvaardig tot die conclusie. Duizenden brieven heeft hij gelezen, jaren heeft hij in archieven verkeerd. Aanvankelijke vermoeden dat hij de voorouders wel zou kunnen doorgronden, zoals je dat bij een tijdgenoot kan doen, heeft hij onderweg laten varen. Ik heb al dat werk niet gedaan. En het past me niet zijn conclusies in twijfel te trekken. En die 17e eeuwers die zijn alweer 100 jaar dichterbij dan de vroege 16e eeuwers waar Thomas Cromwell toe behoorde. Dus je kan als historicus vraagteken zetten bij wat Mantel hier zegt. Waar het niet, dat zij ook nooit heeft beweerd dat ze non-fictie schrijft. En daarin schuilt precies het argument dat pleit voor de uitstapjes van de romanschrijver naar de grens van de non-fictie. Mantel schrijft fictie. Ze nodigt je dus uit je ongeloof op te schorten en geeft je daarvoor in ruil een uitstapje in het perspectief van een herkenbaar personage naar de grens van de non-fictie. Ze geeft je een blik in de tijd die voorbehouden is aan degene die er voor de duur van het verhaal van overtuigd zijn dat ze er deelgenoot van zijn, dat ze er werkelijk zijn. Hoe doet ze dat? Door de lezer deze man uit de 16e eeuw te geven met wie ze zich kunnen vereenzelvigen. Daartoe kan ze hem dus niet beschrijven als de onbegrijpelijke, maar juist als de benaderbare man. Met wie je toegang krijgt tot het hof van de Tudors. Met wie je de mannen en vrouwen van en rond het hof kan horen praten, schreeuwen, lachen en sterven. Je bent bij zijn successen, bij zijn fouten. Je bent het bij als het net zich om hem sluit. Je gaat met hem mee naar het schavot. Het is fictie, dus je bent er als lezer echt geweest. Je wist dat het waar was, zolang het verhaal duurde. En de details die Mantel je liet zien, de gebeurtenissen die zich in het volle daglicht of om de hoek voltrokken, dat waren de echte historische gebeurtenissen die in de archieven aan ons zijn overgeleverd. En zij nam je dus mee, neemt je mee naar de grens van de non-fictie, maar gaat zelf de non-fictie niet in. En het schijnt dat zo rond kerst er een kerstbestand is waarbij de mensen van de non-fictie ook de loopgraaf uitkomen. En ze samen een partijtje gaan voetballen. Want non-fictie mensen kunnen namelijk ook heel goed schrijven. Ik kom aan... Het duurt niet lang meer, mensen. Dat we de Cromwell van 1540, de man van vlees en bloed, wiens hoofd wordt afgehakt met onze 21ste eeuwse blik niet hadden kunnen begrijpen, mag dan aannemelijk zijn. De Cromwell van Mantel is een open boek, een versie die we niet alleen kunnen begrijpen, maar die ons aan het hart gaat, al verandert hij wel geleidelijk in een zwaarlijvig monster dat verstrikt raakt in zijn eigen ambitie. Wie de boeken van Hilary Mantel gelezen heeft, kan zich natuurlijk vervolgens vergrijpen aan de non-fictie over het leven van Cromwell of over Henry de VIII. Die zal veel herkennen, maar hij zal wel moeite hebben om de Thomas Cromwell van Mantel af te schudden. En dat is wat ik in alle bescheidenheid ook probeer te doen. Een personage met wie ik me kan vereenzelvigen, terugsturen naar een moment in ruimte en tijd. Een moment dat ik, net als Jan van Aken met zijn atlas, zo goed en kwaad als dat gaat heb onderzocht. Het kan iemand zijn die alleen maar een voetafdruk in inmiddels versteende modder heeft achtergelaten. Of iemand die als bijfiguur in een kroniek of zagen wordt genoemd. Of zelfs iemand die ooit een brief heeft geschreven die ik door een mooi toeval onder ogen heb gekregen. Of die voorkomt in een verhaal dat nooit is verteld. Het gaat erom dat hij of zij wordt gedreven door een vraag of een innere conflict dat me bezighoudt. Het is het fictieve element van wat ik schrijf. In het geval van Goodred, een eerste generatie christen
in tegenstelling tot alle die haar voorgingen, gedoopt, die zich op de drempel van de dood een voorstelling maakt van de eenzaamheid van het hiernamaals en dan op reis gaat. En die personages laat ik dan de loopgraaf van de fictie uitklimmen en over het niemandsland naar de wereld van de non-fictie lopen. Zodoende ben ik via de blik, de gedachten en emoties van het door mijzelf in het leven geroepen personage getuige van een voorbije wereld. Hopelijk is mijn lezer dat ook. Dat het een persoonlijke reis is, hoop ik te benadrukken door mezelf nu en dan op te voeren in gesprek of op reis in het spoor van mijn personage. En ik geloof niet dat de aantrekkingskracht van de samenzweringstheorieën en het geloof in nepnieuws zal afnemen als ik geen non-fictie meer toelaat in mijn boeken en dat uit mijn duim zuig. Ook al zet ik net als Peter Middendorp in zijn boek Jij bent van mij, dit is fictie voorin, dan nog zullen mensen van wie het niet verwacht je met droge ogen blijven vertellen dat de aarde hol is, dat niet John Lennon maar Paul McCartney dood is, of dat de vaccinatie je magnetisch maakt. Ik denk dat het nuttiger is om, net als de samenzweringstheoretici, als dat zo uitkomt, hardop te getuigen van het feit dat non-fictie wel degelijk bestaat, dat angst, gerucht en verongelijkheid geen goede raadgevers zijn en dat de weg naar betrouwbare kennis van de wereld loopt langs de weg van onderzoek en discussie. Omroep en kranten moeten dan ook hun onderzoeksjournalisten koesteren. En die woede van die Duitse recensent, die had ik misschien niet kunnen voorkomen, al had het wel gescheeld als op het kaft van de Duitse uitgave niet had gestaan dat het een zachtboeg betrof. Een non-fictiewerk. Echte non-fictie is te kostbaar om mee te dollen. Maar dat had je al wel door dat ik dat vind. Ten slotte, 77 jaar geleden werd Hans Henricus Itzeda in zijn pension aan de Parkweg opgeschrikt door het geluid van een V2 die vanuit het Haagse Bos werd afgevuurd. Mijn moeder, die in de Achterhoek dichtbij een lanceringsplaats van V2's de oorlog meemaakte, vertelde met tegenzin dat het meest beangstigend was als de motor vlak na de lancering haperde. Dan werd het griezelig stil en iedereen hield de adem in en hoopte dat de bom niet uit de hemel op het dak zou vallen. Zo ging het ook die novemberdag in 1944. Itzeda hoorde de lancering, de stilte en de ontploffing en schatte in dat de raket in de duinen was neergestort. Omdat hij als pensioenhouder een pasje had voor het sperrgebied, liep hij naar de duinen, maar hij werd teruggestuurd. De volgende dag verliet hij opnieuw het huis. Hij deed een baret op, schoot de regenjas aan en liep onder de herfstbomen door naar de duinen. Het had geregend. Die gang van Itzeda, door het uitgestorven sperrgebied, gedreven door zijn nieuwsgierigheid naar die V2, om wat voor reden ook, dat is in geen enkele bron opgetekend. Maar hij liep daar wel. De zonderlinge contactarme dorpsjongen uit Weidem, de uitvinder van de radio, de volgelijkte pionier in wie het vuur nog smeulde. Hij liep de plassen ontwijkend vastbesloten naar zijn dood. En dat te kunnen beschrijven, dat uitstapje te kunnen maken, die eenzaamheid even te kunnen opheffen door met hem op te lopen, dat te mogen doen, daar gaat het om. Dat was het. Ik zat me af te vragen, zullen na publicatie ongetwijfeld mensen zijn die werk hebben gelezen en die dan wellicht met een bron komen aanzetten die jij nog niet hebt gevonden, die een verhaal versterkt of ontkracht. Wat doe je daarmee? Ja, wacht op een herdruk, hè. Dus ik heb wel eens iets veranderd. Ik heb wel jaartallen veranderd. Ik heb passages een beetje aangepast. Er is één heel vervelende. Het is echt een buitengewoon vervelende correctie die gekomen is. Maar goddank is er nog geen herdruk gekomen van de Oude Weeg. Zodat ik nog even kan nadenken over wat ik moet doen. En dat heeft ermee te maken dat in een van die verhalen een zeker meneer Barokas, die Sefardische Jood was, die gevlucht was uit het Iberisch Schiereiland, in Amsterdam was terechtgekomen en uiteindelijk samen met Nederlandse acteurs,
en toneelschrijvers stukken van Lobe de Weka heeft vertaald. En verder anoniem gestorven is. Hij is begraven in Oudekerk, in Amstel. En ik ben bij zijn graf geweest. En je mag niet graven op een Joodse begraafplaats. Maar wat de meneer die daar de begraafplaats beheert zei, wat je wel mag doen, is het overtollige zand wegnemen. En toen heeft hij dus de grafsteen van Barokas hebben opgegraven. We hebben het zand erboven weggenomen. En toen bleek dat hij in 1672 was overleden. En daar begraven. En dat is natuurlijk fantastisch. Want 1672 was het rampjaar. Waarbij eigenlijk half vluchtend Nederland naar Amsterdam toe kwam. En dat hij dus met een schuit uit Amsterdam tegen die stroom in naar Oudekerk werd getrokken. En daar is begraven. Dat vond ik gewoon prachtig. En dat klopt ook zo mooi met het hele verhaal. En dat hij dus in zijn stervensuur de opstand in Amsterdam hoorde. En dat hem dat terugzette naar zijn jeugd. Maar dan blijkt dat het 1671 is. Want dat is... daar zit ik wel een beetje mee. Never let truth get in the way of a good story, zeg je dan. Ja. Hallo, dankjewel voor een mooie avond, mooie lezing. We moeten misschien niet te vaak over de Frankfurter Allgemeine Zeitung hebben, maar het riep bij mij wel een vraag op. Ja. Ik ken niet jouw hele persmap, maar ik kan me niet herinneren dat er een vergelijkbare reactie op een van jouw boeken in de Nederlandse kritiek is geweest. Nee, maar ook in Duitsland niet hoor. Maar ook in Duitsland niet. Nou ja, dan vervalt bijna mijn vraag, maar ik stel hem toch. Heb je de indruk dat jij met jouw boek, en dan bedoel ik vooral het boek over de Wadden en het boek over de wegen en het boek over de rivier, dat je daarmee in een traditie staat? Althans binnen de Nederlandse literaire non-fictie, dus dat niemandsland ook nog wel bevolkt is door een aantal verwante zielen, ja. En dat jouw boeken daardoor misschien hier meer in een bedding, om de riviermetafoor maar te gebruiken, meer in een bedding liggen dan dat bijvoorbeeld in de Duitse literatuur het geval of in de Italiaanse zou zijn geweest. Of is dat een... Nou ja, weet je, toen de Wadden verscheen, heb ik achterin een hele lijst opgenomen, hele bibliografie over wat ik allemaal geraadpleegd heb. En dat was ook een poging om kritiek voor te zijn of in ieder geval te zeggen, ik heb het allemaal niet van de straat. Hè. Ik heb niet alles verzonnen. Het komt wel degelijk uit bronnen. Maar dat was eigenlijk de eerste van de drie in die traditie. Daar heb ik eigenlijk maar één vervelende reactie op gehad in het Historisch Nieuwsblad. Met de verzuchting van het zal weer een bestseller worden. Maar gewoon het idee dit valt een beetje zoals die meneer van de Frankfurter, dit valt niet uit te roeien, dus doe maar wat. Maar juist, ik denk ook wel aangemoedigd en een beetje overmoedig geworden door het feit dat het allemaal zo was meegevallen en dat ze het allemaal een beetje door hadden, dacht ik, heb ik dat hele verhaal in de wegen achterwege gelaten. En dat is inderdaad ook alleen maar prettig ontvangen. En dat is Deen, weet je, die doet het zo. En ja, maar dat wisten ze in Duitsland natuurlijk, deze manier niet. En over het algemeen waren andere kritieken heel aardig, hoor. Dus het was alleen die mevrouw van de Omroep en meneer van de Frankfurter. Maar voor de rest, er staat heel veel tegenover. En in Italië was er dus een medievist, maar die medievist dat was op Instagram. Dus eigenlijk is het toch een genre wat van men wel weet wat er aan de hand is, wat ze bij de poot hebben. Aan de andere kant, ik geloof wel dat als ik schrijf, maar daar wil ik er volgende week wat over zeggen, over hoe ik probeer te schrijven, wat dan mijn voorbeeld is, maar dat beweegt zich niet in dit soort boeken. Dat komt eigenlijk elders vandaan. Of het de traditie is, ja, dat is eigenlijk, als jullie net zulke boeken weten, dan is het een traditie. Ik vind het onbescheiden om te zeggen, nee, het is geen traditie, ik ben het.
Nou, ik denk het wel. Nou, ik was van de week in een boekenhandel, omdat ik over oude wegen graag wilde lezen. En ik heb eerst bij de literatuur gekeken en vervolgens vond ik het boek bij geschiedenis. Ja. En ik was benieuwd wat u daarvan vindt. Vindt u dat een goede plek of had hij toch bij de literatuur moeten staan? Nou, het is wel boekhandel. Er zijn wel boekhandelaren geweest die zeggen, ja, waar moet ik het eigenlijk neerleggen? Dat is wel waar. Ik vind het wel een eer als het bij geschiedenis staat. Ja. Ik vind het minder raar als het bij geschiedenis staat dan wanneer het bij literatuur zou staan. Maar wat. Kijk, bij de Wadden kan je nog zeggen, nou, dingen met de zee, weet je wel. Of iets regionaals. Maar dat, ja, er is geloof ik niet echt een. Er is niet echt een rubriek waar het precies invalt. En dat het dan geschiedenis is. Fijn. Bij historici zijn vaak de voetnoten heilig. Nou heb ik nog geen boek van u gelezen, maar gebruikt u die ook, voetnoten, voor wanneer het wel een feit betreft of wanneer niet? Ik heb één voetnoot in het nieuwe boek. En dat gaat over de lengte van Karel de Grote. Want iemand heeft uitgerekend, of het is een groepje geweest volgens mij in Tübingen of ergens in Duitsland. Die hebben uitgerekend hoe groot Karel de Grote was aan de hand van een scheenbeen of zo. Terwijl, ja, ik vond het een beetje raar, want ik dacht dat Karel de Grote helemaal nooit meer was teruggevonden. Dus ik dacht, nou, laat ik die verantwoordelijkheid maar in die voetnoot stoppen. Dus er staat inderdaad één voetnoot in. Nou, maar dat is ook, dat heb ik ook geprobeerd uit te leggen. Dat voor een echt historisch boek is het natuurlijk heel erg nodig dat er verantwoord wordt. Want het kan een goed verhaal zijn, maar het moet er ook wel ergens in functioneren. Een historicus die bij mij op bezoek kwam eind vorige week, die zei dat hij er eigenlijk een voorstander van is om historische verhalen, en dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig hoor, gewoon te vertellen. En dan als je iets wil verantwoorden, om daar een aparte hoofdstuk aan toe te voegen, waarin je een soort verantwoording geeft voor wat je gedaan hebt. Zodat je het betoog niet hoeft te onderbreken. Want natuurlijk willen historici ook gewoon een mooi verhaal vertellen. En zonder al te veel onderbrekingen. Ik heb trouwens, toen ik hier studeerde, les gehad van professor Lulofs. Een medievist. En die had een geannoteerde, om het zacht uit te drukken, geannoteerde versie van de Reinaard op zijn naam staan. En die noten, die waren nog veel leuker dan de tekst zelf. Dat was echt geweldig. De verhalen die hij daar in de ontsporingen en de uitweidingen. Fantastisch was dat. Dus het hoeft niet heel erg te zijn. Maar het is wel fijn als je verhaal niet hoeft te onderbreken. Volgens mij valt het stil en ik vind het ontzettend leuk dat jullie helemaal, zeg maar, de stad uitgekomen zijn hier naartoe. Heel erg bedankt, ik voel me heel vereerd.